Een samenvatting, dat zou eens leuk zijn van deze wedstrijd. Met daar het momentje, het ongelukkige momentje voor Sweek. Daar is een wedstrijd over en dat beseft hij. Gaat er nog wel wat prutsen, wat frunniken. Maar die ketting is helemaal uit de haak. Daar. Op dat kleine tandratje, daar moet hij tussen. En dat is echt knoeien. Dat is dat spulletje opentrekken. En dan gaat hij toch weer van wal steken. Maar achter de feiten aan. Een minuut en een kwart. Dat is onbegonnen werk op dit parcours. Dus zegt Meusje, zal ik dan maar de debatten openen? En dat doet hij met verve. Rijdt daar al een lengte of drie weg van Merlieren. Van Toon Aerts en Peters, die op Vinkentouw zit. Hier heb je Meusje. Wordt daar in bescherming genomen door een ploegmaat van hem. Peters die gaat daar nu doorstoten en die denkt van ik pak hem nog wel. Dat zal overigens nooit helemaal lukken. Peters krijgt dan onderweg nog wel de steun van de Van Toernouts. Maar op een bepaald ogenblik is ook dat weg. Dus moet hij er al één achteraan. Hij volgt lang op een seconde of 10. Komt zelfs iets dichter, hier bijvoorbeeld. Dat is maar een seconde of 7 à 8. En altijd heb je dan in het midden van deze cross het gevoel van het gaat nog wel lukken. Peters gaat op de rug springen van Meusje. Maar dat gebeurt niet. Omdat Meusje op dit stukje vaak goed voor de dag komt. Net vinniger dan Peters dat kan. Peters met het lange lijf wat minder sierlijk door die bochten. Aerts heeft zich wat weggestopt, noodgedwongen, omdat hij op de adem trapte, hoorden we daar net na een goede opener. Maar die komt dan wel weer er doorheen in de slotfase. Vindt weer een goede tred en zet de rest op achterstand. De rest waar er nogal wat bij waren, die aan morgen dachten of denken. Het zal deze man worst wezen. Meusje wint voor het eerst dit seizoen. En dat is de Waaslandcross die hij op zijn naam schrijft. Peters is tweede. Hoe je het ook draait of keert, dat is een opsteker voor hem. Een signaal. En dan heb je hier Toon Aerts die derde wordt. Dat is meteen het podium. 1, Telenet. 3, Telenet. Dan Dieter van Toernout, Merlier, Michael van Toernout, David van der Poel, Jens Adams, Jim Arnouts en Jenny Vermeers. Dat is de top 10. Dieter en Michael op de plaatsen 4 en 6.